alles goed naar voren. Probeer rustig. Het voordeel is dat je toch heel soepel de weg gaat, vooral wat betreft de rug en de benen en de armen. En die lichaamsdelen worden dan onderhouden en dan zijn de spieren toch soepeler. Alleen het werkt wel preventief, maar het werkt niet voor een bepaalde tijd, dus je moet toch elke week bijhouden. Ik merk wel dat het toch langzaam maar zeker toch minder wordt, zeg maar. Wat de gezondheid betreft. Medicatie die kan wel hoop tegenhouden. Maar ja, ik kan toch niet voorkomen dat je langzaam maar zeker toch qua gezondheid minder wordt. We hebben de loopband gedaan eigenlijk vanwege twee dingen. En vanwege zijn rugklachten en vanwege de Parkinson. Ik heb gelet vooral op zijn houding. En met behulp van de metronoom komt hij in een goed ritme met het lopen. Daarna hebben we de roeien gedaan. Dat is eigenlijk voor zijn rugklachten heel goed. Omdat hij dan goed let strekken, goed op zijn houding letten. En samen met de metronoom komt hij ook in een goed ritme die beweging te doen. En daarna de balansoefeningen, vooral gericht op Parkinson. Over de balkussens, over de lijn, de steps. En daarna heb ik hem moeilijker gemaakt met de dubbeltaken. Dus eigenlijk een dienblad vasthouden met een bekertje erop. Zodat het wat lastiger werd voor hem.